Aan de Amerikaanse oostkust valt op dit moment de eerste sneeuw van die enorme sneeuwstorm die New York en Boston zal treffen. De inwoners zetten zich schrap. Er zal meer dan een meter sneeuw vallen, is de verwachting. En dat zou historisch zijn. Autoriteiten hebben een noodtoestand uitgeroepen. Sneeuw striemt nu echt in mijn gezicht. En vanaf nu gaat er elk uur 6 centimeter vallen. Er komt nog eens bij wind tot wel aan orkaankracht toe. Het kan de hevigste sneeuwval ooit zijn in New York. Dus bereiden inwoners zich voor op een historische storm. It's crazy. It's crazy. It's gonna be a hell of a night. I'm gonna buy more clothes, shoes and better gloves and etc. I'll make it work. I'm not terribly concerned. I've got enough beer to last me. Van Philadelphia tot aan Boston, 28 miljoen mensen krijgen met de storm te maken. In New York kan tot wel 60 centimeter vallen, in Connecticut tot wel 80 centimeter of meer. Omdat er vanavond geen treinen rijden, is het 's middags al druk op het station. I should have gone out tomorrow morning, but I was afraid I wouldn't make it. So I'm traveling today. De media gaan helemaal los. That blizzard will blanket the Northeast, no question about it. Look at this. 60 to 70 mile an hour winds are possible. Na 11 uur vanavond Amerikaanse tijd mogen auto's de weg niet meer op, zodat niemand vast komt te zitten, maar ook om sneeuwschuivers ruim baan te geven. En buiten de stad, waar de kans groter is om ingesneeuwd te raken en zonder stroom te komen zitten, slaan mensen extra boodschappen in. De burgemeester roept New Yorkers op om de storm niet te onderschatten. This is not going to be like other snowstorms. It is going to be, by all indications, worse. And people have to be ready. Het sneeuwt natuurlijk wel vaker in januari, maar dit wordt een recordhoeveelheid. Sinds orkaan Sandy is de stad niet meer zo op de proef gesteld door het weer. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.